is black and white. Hey gasten, welkom terug bij deze nieuwe video op dit kanaal. Mijn naam is Guus en vandaag ga ik jullie mijn routine laten zien hoe ik eigenlijk mezelf opwarm als ik ga beginnen met Fortnite. Voor de mensen die het niet snappen, die denken van, hoe bedoel je jezelf opwarmen? Je gaat toch gewoon een potje spelen en je begint met je games. In ieder geval doe ik dat niet. Ik begin niet gelijk met het spelen van Fortnite, maar ik ga eerst in de creative servers om bijvoorbeeld als koude handen gewoon warm te worden, om mijn edits te oefenen en dan pas ga ik de games in die belangrijk zijn, zoals scrim toernooien of gewoon toernooien zelf. Dit is voor mij een manier om heel erg beter te worden. Ik doe dit namelijk elke dag en ik merk echt dat mijn edits, mijn snelheid en mijn aim gewoon hierdoor beter wordt. Ik denk dat ik ongeveer een uurtje, anderhalf uur bezig ben elke dag met het opwarmen. Als ik hiermee klaar ben, ga ik over op scrims. Scrim game, voor de mensen die niet weten wat het zijn, zijn games waar je alleen, waarin je eigenlijk met mensen komt die wat beter zijn en ook wat serieuzer willen gaan spelen in Fortnite. En dit duurt dan ongeveer zo'n 2 à 3 uur per dag. Dus ik ben ongeveer, 4 of 5 uur bezig met Fortnite op een dag. En ongeveer 1,5 uur hiervan is puur met opwarmen. Zoals jullie zien ben ik hier nu in de Creative Hub. En het eerste wat je gaat doen is gewoon naar je eigen eiland toe. Het maakt eigenlijk niet uit welk eiland je kiest. Maar zorg gewoon dat je op een leeg eiland komt. Nou, hij is niet heel leeg. Want zoals jullie zien is dit van alle warm-ups die ik gedaan heb de vorige keer. Maar hetgene wat ik hier ga doen is gewoon puur wat 90's oefenen, een beetje bouwen, wat dakjes editen, wat nieuwe dingen uitproberen. Gewoon zorgen dat mijn handen even wat warmer worden, dat ik gewoon weer even een soort van feelings heb dat ik Fortnite aan het spelen ben. En zodra we hier mee klaar zijn, gaan we naar de eerste edit course toe die ik ga doen om helemaal warm te worden voor de games. Ik zal jullie nu even een paar voorbeelden laten zien wat ik dus doe in mijn eigen wereld. Wat ik doe qua 90's en wat ik nog meer oefen om eigenlijk mijn eerste warm-up te krijgen. Zoals jullie kunnen zien was dit vrij eenvoudig. Het enige wat ik hier een beetje deed was eigenlijk wat 90's, wat dakjes editen. Kijken hoe ik mijn high ground opnieuw kon recappen. Gewoon zorgen dat mijn handen wat losser werden en dat ik dus gewoon chill Fortnite kan spelen. In mijn eigen wereld ben ik dus meestal niet zo heel lang. Nu was het natuurlijk wel heel kort, maar normaal zou ik dit wel wat langer doen. Maar eigenlijk ben je in je eigen wereld het minst lang bezig, want we gaan nu gelijk door naar de edit courses waarmee wij een echte warm-up gaan krijgen. Voor de mensen die ons kanaal nu al een tijdje kijken, het is niet te lang geleden, maar een tijdje terug heb ik de video geüpload hoe je eigenlijk een beetje net zo snel kan worden in het editen als Mongraal. Deze video ging over een edit course van Speedy Gonzales. En zoals jullie hier zien zit ik weer in deze course. Ja jongens, ik doe het nog steeds elke dag. Eigenlijk deze course editen. Deze course, zoals ik al zei, in die video duurt ongeveer 15 minuten. En het is een course die je zeker warm krijgt. En waar je op sommige momenten wel even last van je handen kan krijgen. Ik ga niet nu alle elementen van deze course weer laten zien. Dus als je deze volledige edit course eigenlijk wilt bekijken, ga dan even naar de link in de beschrijving. Daar staat namelijk een linkje naar de oude video over deze edit course. En dan kan je ze daarin eigenlijk allemaal zien. Maar ook vandaag ga ik deze edit course weer opnieuw doen om even warm te worden. En meestal doe ik deze ongeveer 2 à 3 keer. En dan zijn we klaar eigenlijk met het tweede deel van deze edit course. Zodra jij klaar bent met de edit course van Speedy Gonzales, gaan wij al gelijk door naar de volgende edit course. Is de edit course van Slappy. Niet een hele lange course. Ik hou hem meestal ongeveer 3 minuutjes, 2 minuten 40, zoiets. Een hele fijne edit course om te doen. Ik zal alle codes ook even in de beschrijving zetten, zodat jij ze allemaal kan kopiëren en ook deze course kan dus spelen. Maar dit is de tweede course die ik gebruik om mezelf op te warmen. Je hebt hier in het begin gelijk een shotgun die je gaat oppakken, want je gaat hier ook een beetje je aim gelijk trainen met wat snelle edits er doorheen. Dus ik zal jullie even hier een paar stukjes van mij laten zien als ik dit edit course doe.
Oké, jongens, zoals jullie zien heb ik nu voor de eerste keer weer de Slappy Course gedaan. Ik kom ook net uit school, koude handen. En ik heb hem dus kunnen behalen met een tijd van 7 minuten 13. Maar het record staat nu volgens mij op 7 minuten 39. En het record staat op 7 minuten, wat is het, 51, 52, zoiets. Dus we moeten nog even doortrainen, maar dan komen we al aardig in de buurt. Maar dit doe ik dus ook ongeveer 2 keer à 3 keer. En dan zijn we daar ook klaar mee. Meestal doe ik het wel wat vaker achteraf. Omdat ik dus nu gewoon aan het trainen ben om zo dicht mogelijk bij het record te komen. Maar zeker een hele goede warm-up en een lekkere course om te doen. Jongens, ik wil jullie nog snel wat vertellen over mijn settings. Ik krijg vaak de vraag, wat zijn je settings? Nou, mijn wall staat bijvoorbeeld op Q. Ik heb het puur gedaan omdat mijn hand hier fijn verlicht en dat ik hier eigenlijk snel bij kan komen. Het is iets persoonlijks, dus het is niet als jullie deze settings gebruiken. Dat je net zo snel als mij wordt of nog sneller. Kies gewoon wat je zelf fijn vindt. Ik wissel soms ook nog wel wat settings af. Nu dus ook. Ik heb laatst een hele goede tip gekregen met aimen. Mijn aim is niet echt het beste. En ik vroeg dus naar mensen van hoe kan ik dit makkelijk of in ieder geval wat verbeteren. En mijn inzoom sensitivity staat best wel hoog. En iemand zei dus van, verlaag je sensitivity. Ik wil mijn sensitivity niet verlagen, omdat ik dan bang ben dat ik mijn bouwen heel erg verminder. Maar je kan namelijk ook gewoon je sensitivity veranderen tijdens het inzoomen. Dus dan verandert hij niet je building snelheid, maar alleen als je ingezoomd bent. Dus dat is een hele goede tip. Dat ga ik nu ook zelf aanpassen. Ik ga de komende dagen even kijken wat fijn is om mee te werken. En dan ga ik dat ook weer gebruiken. We zijn nu eigenlijk al klaar met de warm-up. Ik ga nu ongeveer 3 solo games spelen. En daarna speel ik nog een paar solo squats. Om puur te wennen aan de actie die er gebeurt in de game. En dan zit mijn warm-up er eigenlijk op. Dit duurde, zoals ik al zei, dus ongeveer een uurtje aan, 1,5 uur. En hierna ga ik direct de scrim games in. Ik speel bijna geen pubs meer de laatste tijd. Puur omdat ik het niet leuk vind en omdat ik er ook zelf niet beter van word. Scrim games helpt mij enorm. En hier blijf ik dus ook mee oefenen, jongens. Laat me alsjeblieft achter in de comments wat jij doet om een warm-up te doen. Heb je nog tips voor mij? En ga je anders ook deze warm-up gebruiken? Ik ben heel erg benieuwd, jongens. Deze video zit er voor nu weer op. Als je het leuk vindt en als je deze warm-up ook gaat gebruiken, zorg dan dat je onze creator code TeamFNL natuurlijk gebruikt in de itemshop. En dan bedank ik jullie allemaal weer voor het kijken. Alle links, alle codes van de edit courses die ik gebruikt heb staan in de beschrijving. En dan was dit hem voor vandaag. Dus bedankt voor het kijken. Anko ziet jullie als het goed is morgen weer bij een nieuwe video. Dus kijk daarnaar uit. En dan zie ik jullie in het weekend natuurlijk weer bij een nieuwe stream. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye.